Vandaag hebben we een mega uitdaging waar de monsters telkens verdubbelen in aantallen. En dit is omdat we moeten oefenen voor onze nieuwe magische spreuk die we gaan leren. Gaat het ons lukken deze challenge te halen? Je ziet het vandaag. Oh, ik moet hieruit. Leef je. Oh, ik ben zo benieuwd hoe de les vandaag gaat zijn. Volgens mij gaat het echt een flinke uitdaging worden, want iedereen moest natuurlijk deze schilden meenemen. Ja, dat belooft zich niet iets goeds, denk ik. We zullen onszelf moeten gaan verdedigen. Oh man, nou ja, de professor moet nog komen. We zijn voor het eerst op tijd. Mag ik een duimpje omhoog voor het feit dat wij een keer op tijd bij de les zijn? Ik ga even kijken naar de schilden van iedereen. Oh, hoe is het mogelijk? Ja, ik weet het ook niet. We zijn voor het eerst op tijd. Wat hebben we hier? Oh, Rins natuurlijk aan het slaan. Oh, die heeft een bedschild. Ja, dat is wel toepasselijk. Nee. Inderdaad. En wat is... Nee, oh, die heeft een soort van vet patroon. Zij was sowieso altijd wel een beetje van die donkere en paarse kleuren. Ook toen in haar slaapkamer een tijd geleden. Inderdaad. Lees heeft ook een heel vet schild. Gewoon een zwaard. Gewoon shaka. Dat is bij zijn naam. Ja. Oh ja, het kleurt inderdaad mooi. Ik heb niet eens over nagedacht. Oh, Sepp. Ja, die hebben natuurlijk cool. Cool boy. Yeah. Coole boy. We hebben Jandy. Jandy heeft echt precies een schild die bij haar past. Ja, echt precies wat je verwacht. Gewoon zo'n schattig hartje schild. En wat heeft Vee? Oh, die heeft een taartje. Nou, volgens mij zou Jep wel jaloers zijn op dit schild. Een cupcake. Ja. En wat heeft Griff... Hey, dat lijkt echt heel erg op ons design. Toch? Een soort van lava. Nou, misschien wil hij net zoals de beste studenten zijn. Is hij geïnspireerd. Misschien. We snappen het, Griff. We snappen het. We hopen maar voor iedereen dat het goed gaat werken. Waar zou de professor zijn? Zou er iets aan de hand zijn? Ik weet het niet. Oh, daar is hij. Goedemiddag, leerlingen. Welkom bij de nieuwe les. Ik ben professor Defensus en ik ga jullie een nieuwe spreuk leren vandaag. Oeh, spannend. Ja, oh, dat zijn echt precies tegelijk. Ik ben heel benieuwd wat de spreuk gaat zijn. Nou, dan ben je aan het juiste adres. Want de spreuk van vandaag heet Verdigio. Verdigio? Oké, dat klinkt wel interessant. Wat is dat voor soort spreuk, meneer? Verdigio is een spreuk waarmee je jezelf kan verdedigen. Het is dus uitermate belangrijk om deze spreuk goed onder controle te hebben wanneer je in lastige situaties terechtkomt. Oké. Dus we krijgen bovenop het schild ook nog eens een verdedigingsspreuk. Ja, dat, maar ja, met alle dreigingen op school is dat natuurlijk wel handig om te hebben. Dat is waar. Maisha, wil jij de spreuk als eerste proberen? Ik? Nee, dat kan jij wel, toch? Oh jee. Dat is goed. Loop maar even naar voren en neem plaats hier in het midden. De spreuk luidt dus als volgt. Verdigio. Okay. Probeer het maar, Maisha. Nou, daar gaan we. Maar wat gaat er... Oké. Verdigio! Oh, je kreeg allemaal particles en hartjes? Oh, ik heb vet veel hartjes erbij. Als in je inventory? Of in je balk? Ja, je weet toch als je een appeltje neemt? Ja? Een gouden appel? Zeg maar, zo ziet het eruit. Oh, dat is wel heel handig. Wow, wat cool. Wil jij het ook proberen? Ik ga het ook proberen. Even kijken. Wat was het? Verdigio? Verdigio. Oké, 3, 2, 1. Verdigio! Wow, cool. Dat is wel heel chill, want ik zie ook dat je ook nog hield. Het is inderdaad echt een verdedigingsspreuk. Uitstekend gedaan, jongelui. En als jullie nou de spreuk voor altijd willen vrijspelen, dan moeten jullie eerst nog de uitdaging van de les succesvol voltooien. En daarvoor zal ik jullie nu naar een volgende locatie teleporteren. Oké. Nou, dat wil ik zeker. Ja, nou, dan gaan we dat proberen. Ja. Uitstekend. Dan pak ik even mijn... wacht even hoor. Ik mis mijn teleportatiestof. Oh, ben ik die nou echt vergeten? Jongelui, Wouter en Maisha, zouden jullie even bij de receptionisten langs willen gaan om een potje teleportatiestof te halen? Dat is zeer nodig voor deze les om jullie naar de uitdaging te teleporteren. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Ja, we vergeten allemaal wel eens een keer iets. Is goed, dan zijn we zo terug. Tot zo. Oké, het is inderdaad een wat oudere man, maar dat...
Het geheugen laat hem dan wel een beetje in de steek, ben ik bang. Dat is wel echt sneu. Wacht, waar is ook weer de... Ja, kunnen hier naar beneden? Ja. Het blijft toch echt even een prachtig kasteel, hè? Ja, zo vet. En dit is gewoon al de vierde spreuk die we geleerd hebben. Zo, oh, ja, jij neemt een ander. Die we gaan leren. Ik ben heel erg benieuwd. Het is wel echt sterk, zeg. Ja. Dat je al die hartjes erbij krijgt. Ja, en het regen is ook super. Oh, daar is ze. Mevrouw de receptioniste, we hebben een vraag. Wij komen hier voor... Hoe heet het nou? De teleportatiestof. Oh ja. Was dat dat? Ja, dat was het. Heeft u dat toevallig? Oh, jazeker. Ik pak het eventjes hier achter van de plank. En dan geef ik jullie een potje mee. Waar stond het ook alweer? Was het... Ja... Oh, ja, daar is het. Oh, het is echt een potje. Ja, kijk eens, jongens. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dankjewel, mevrouw. Dan gaan we door... Oh ja, ik heb het hier. Dan gaan wij door naar de les. Oké, succes met jullie les. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw. Oeh, kijk nou. Dit is wel cool. Een potje. Ja, waarschijnlijk teleporteren. Dat zit een beetje in de naam, toch? Ja, dat is waar, maar dat hebben we nog nooit gedaan, toch? Nee, maar... ik neem het een keer het is ook meer voor de professor, volgens mij, om iets... om ons te kunnen teleporteren. Ja, precies. Dit is niet iets wat wij ook echt gaan doen. Nee, dat wordt denk ik wel heel gaaf. En over gaaf gesproken trouwens, Miesje, voordat je naar binnen gaat. Wij kregen de vragen over wanneer dit prachtige strandlaken eindelijk in de shop komt. Als het goed is, krijgen we hem volgende week binnen. En om te vieren dat het zomer is en omdat we het al heel lang niet hebben gedaan, gaan we ook bij elk strandlaken een handtekening krijgen. Kaartje toevoegen, waar we allebei onze handtekeningen op zetten. Dus mocht je die nog niet hebben of een nieuwe design willen, want we doen telkens een nieuw design, check dan zeker eventjes volgende week de afleveringen, zodat je er eentje kan scoren. Oké, tijd voor de les. We hebben het! We hebben hier het teleportatiestof. Kijkt u eens. Ah, fantastisch jongelui. Dan zal ik deze eventjes plaatsen hier aan de achterkant. En dan kunnen jullie gaan teleporteren naar de uitdaging. Willen jullie samen de eerste uitdaging doen? Oh, als dat kan. Ja, dat heel is altijd gezellig. Uitstekend. Omdat jullie zo op tijd waren, zou ik dat toestaan. Nou, fijn. Dat je daar gewoon voor beloond wordt. Echt? Oh, kijk. Oh, zo, en als het goed is, kijk eens. Wauw, oké. Dat is gaaf. Moeten we daar nu instappen? Jazeker. Stap er maar in en ik zie jullie bij de uitdaging. Oké. Dan doen we dat. Toverstok bij de hand. Yes, let's go. Let's go. Zo, daar zijn we dan, jongelui. De uitdaging is als volgt. Zien jullie achter mij dit kristal? Ja, die zien we. Zeker. Wauw. Deze moeten jullie verdedigen. Net zoals jullie jezelf moeten verdedigen met jullie spreuk Verdigio. Er zullen namelijk ontzettend veel monsters spawnen. En jullie moeten ze allemaal verslaan, zodat ze niet bij het kristal kunnen komen. Oké, dus we moeten goed beschermen. Maar ook al inderdaad onszelf. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja, oké. Oké, prima. Ik ben er klaar voor. Wordt het moeilijk of niet, professor? Ik vind het wel een beetje spannend zo in het donker. Het zal inderdaad moeilijk worden. Maar daarom heb ik één tip voor jullie. Loop maar eventjes mee. Tips zijn altijd welkom, zeker voor moeilijke lessen. Zo, wat is het groot hier eigenlijk? Wow, dit is echt een vette plek. Echt, hè? Kijk eens even. Hier, deze gang aan mijn rechterzijde voor jullie links. Hier zullen de eerste monsters vandaan komen. Maar let op, daarna kunnen ze ook van andere plekken komen. Dus wees goed op je hoede en bescherm het kristal. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja, absoluut. Laten we het proberen. Uitstekend. Dan zal ik de eerste monster wave in gang zetten. Succes jullie twee. Dankjewel. Dankjewel. Oh, ik kan ook leven, jongen. Tot straks, professor. Oké. Wat moeten we doen als het niet lukt? Weet ik niet. Oh, daar komen ze al. Oké. Oh, hij is wel heel snel met alles in gang zetten. Echt? Oké. Oh, nee, niet Levio. Ik moet even... Levium. Oké, maar we moeten opletten dat we niet te veel naast elkaar staan. Laten we hier maar buiten. Ik denk dat dit beter is. En we moeten natuurlijk ook Verdigium gebruiken, want kan ik die nu nog een keer gebruiken? Oh, ik heb er 10 gouden hartjes. Wow. Oh, dat gaat wel helpen. Sorry. Ik vind het echt lastig om zo bij elkaar te staan. Haarlijker dan... Ja, hij vroeg nog of we het samen wouden doen. Dit had ik ook niet helemaal voor ogen.
Oké, okay, pak ze aan. Ik weet echt niet wat we zouden doen. Oh, wow. Het worden er best wel veel al. Nu al. En dit is nog maar van één gang. Straks komen er ook nog meerdere ingangen. Hoeveel hartjes heb jij nog? Nou, gelukkig nog allemaal. Maar dat is echt dankzij Verdigio. Ja, eetje. En deze. Oké, top. We hebben ze. Jongelui, er zullen nu vanaf twee kanten monsters komen. Oh jee, oh oké. Twee? Ja, er zijn hier al opeens heel veel bij mij. Oké, wacht. Ik doe gewoon Flamium. Dan kan ik heel veel tegelijkertijd doen. Oh jee, ik doe ze ook. Een treintje maken, denk ik. Ja, en gewoon inderdaad in de fik zetten. Wacht even, van welke kant komen ze dan nu nog meer? Ik heb het nog helemaal niet gezien. Moeten we niet naar dat hart ook om dat te beschermen? Denk je dat ze bij het kristal komen? Nou. Ik weet het niet. Oh jee, ik moet wel een beetje eten ook. Oh, ze blijven hier ook komen. Ja, ik gebruik Flamium. Gaan we richting kristal? Ik weet het niet. Oh nee, hier is de andere ingang, achter ons. Oh, oké. Wow, dat zijn er een hoop. Dat zijn er heel veel. Oké, wacht. Ik moet echt even mijn mama gaan sparen als er zoveel zijn. Oei, joh. Dit is echt wel heel lastig. Oké, ik heb er veel in de fik gezet. Oh, ik heb helemaal geen mana meer. Goed op letten. Ja, oké, let op je mana. Ik heb nog 46. Ik heb nog maar 8. 8? Ja, ik wil de Flamium. Oké, ik gebruik het nu ook. Ik help je. Wow. Oei, joh, dit zijn er veel. Kan ik die Wolfium doen? Oh ja, inderdaad, Wolfium. Let's go. Oh, die doet echt veel meer. Oh, dit is top. Oké, Wolfium is echt een hele goeie. Ja, oké, die moeten we gaan gebruiken. Jongelui, de monsters spannen nu ook dichter bij het kristal. Ga er maar snel heen. Oh jee, we moeten naar het kristal. Deze kant op? Hier doorheen? Was het hierboven? Oh, hier. Oké. Oh ja. Okay. Kunnen ze dan hier spannen of is het dan nog verder naar beneden? Ook nog uit de plek waar wij vandaan kwamen, toch? Denk je dat ze daar ook nog vandaan komen? Ik denk het wel. Als ik deze kant doe, doe jij die andere kant? Ja. Ik weet alleen niet of hier iets komt. Oh ja, dat is ook weer waar. Komt het misschien hier? Oh, ik hoop niet dat ze uit alle kanten gaan komen. Oh, ze zijn hier beneden! Zo. Ik word bijna overheen geduwd. Sorry. Oh, ja. Ze komen hier binnen. Pak ze. Oh, ik moet hier uit. Leef je. Wolfium. Oh, Wolfium is zo sterk. Wow, die doet echt veel. Die doet zoveel. Dat zijn echt die magische wolven die zo sterk zijn. Super. Oké, ik doe nog één. Er zijn er wel echt heel erg veel, hoor. Oh, ja, achter ons. Waar? Hier. Wow, oh, dit zijn opeens heel veel. Oké, ik blijf heel goed bij de wolf, want die doet echt de meeste damage. Wow, die doet echt heel erg veel. Oeh, let's go, wolfies! Yay! Maar die kost ook wel heel veel mana, dus die moeten we niet te vaak gebruiken. Nope. Maar ik denk op dit soort momenten dat ik hem toch wel graag erbij heb. Wacht, ik kom. Hier is mijn ook. Met z'n tweetjes. Oei, kom op. Dit is echt super. Oh, hier aan de zijkant. Oh, kom op, Wolfie. Oh, het wordt nu wel echt steeds meer. We moeten dat kristal blijven beschermen, hè? Ja. Oh, achter ons ook. Andere kant. Oké, ik heb nog een wolf. Let's go, Wolfies. Val ze aan. Oh, jee. Oh, ik heb nog maar 10 mana. Ik heb nog maar 2. Oh, jee. Oké, dan moeten we nu echt opletten. Vergeet ook niet je Verdigio te gebruiken, hè? Ja, ik heb nog hartjes. Oké, ze komen wel heel dichtbij nu. Ze gaan richting het kristal. Oké, ik bescherm. Ik heb Wolfium. Oké, dit gaat goed. Oh, achter jou komen er weer een aantal. Ik heb geen mana. Ik heb 6 mana. Oh, ik heb 10. Oh, maar jee. Geen hondje. Oh jee. Oké, ik heb ook nog maar 9. We moeten eigenlijk mana potions zien te maken of zo. Ja, echt. Kom op, Wolfie. Kom op, Wolfie. Ik wacht totdat ik 20 mana heb, dan kan ik hem weer gebruiken. Zorg dat ze allemaal op. Oh, zijn hier heel veel. Oké, ik kom je helpen. Ik heb ze allemaal hier op één plek. Woe. Oh, dit zijn er veel. Wow. Oh, mijn hemel. Oh. Goed, het gaat goed. Mijn wolf pakt er superveel. Oké, ik heb deze kant. En jij hebt die. Ja, let's go, we hebben het overleefd. Nice. Uitstekend, jongelui. Jullie hebben het gedaan. Jullie hebben jezelf verdedigd. En het kristal. Wat fantastisch. Oh, dat was ik echt wel pittig, die laatste. Zo, maar hoe fijn waren die extra levens? Echt, die combinatie van Verdigio, het verdedigen... In combinatie met Wolfium, die aanval, dat is echt perfect.
Ik moet zeggen, ik heb ook nog Levio gebruikt. Ik zat op een gegeven moment zat ik hier vast. Oh, en ja. En toen heb ik gewoon Levio gebruikt om er tussenuit te vliegen. We hebben echt de perfecte combinatie van spreuken nu. Echt, want Flamium heb ik ook eigenlijk heel erg veel gebruikt in zo'n treintje. Het is echt heel handig. Dank u wel voor de les, meneer. Geen probleem, jongelui. Jullie kunnen nu voor altijd Verdigio gebruiken. Oh, yay! Dat is heel fijn. Supersterk. Zeker weten. Ik zal jullie terugbrengen naar de school. En volgens mij kunnen jullie komende tijd deze verdedigingsspreuk wel erg goed gebruiken met wat er allemaal aan de hand is. Ja, dat denk ik ook wel.